deur moet erin. Wauw. Deze? Welke? Die heeft die. Deze? Hier een bankje voor jullie. Wauw. Ik weet het niet, misschien is dit wel de schuur. Is dit niet waar? Zo schattig. We kunnen ook neerzetten wie er slaapt, zie je? Ja, dank je. Yay! Mag ik je neerzetten? Kijk, hier kunnen we opzetten wie hier allemaal slaapt. Zie je dat? Dan kunnen we met een krijtje moeten we dat erop zetten, denk ik. Kijk, dit is een huisje. Oh. Spelletjes. Oh. Stoeltjes voor jullie. En kleurplaatjes. Dit is je eigen stoel. Ga daar even op zitten. Je hebt een eigen stoel. Dit is je eigen chillstoel. Ja. En eigen kruk. Moeten we even kijken wat jullie kamer is ook. Ja. En dat is... Een shoelbak? Ja. Dat is... We kunnen ook shoelen. Wow. Kijk dan! Oh, je kan ook iets voor het bed doen. Mie? Hoe bedoel je iets voor het bed doen? Volgens mij ligt daar iets dat ze niet uit bed kan vallen. Ja. Kijk nou! Jij mag kiezen waar je gaat slapen. Je kan zelfs bovenin liggen. Boven, dat dacht ik al, ja, dat je hier boven wil slapen. Wauw! Dit is lekker. Even je schoenen uit, schatje. Zandspeeltjes voor in bad ook. Mooie kast. Nee, Lauwman heeft een eigen kamer. Dit is jouw kamer. Mag ik kijken? Zullen we die zoeken? Ik durf niet naar beneden. Dat is lekker rustig. Een beetje te hoog. Nou, ga je een andere open doen. Oh, wauw. Oké, ik kan wel zandbad zoeken. Oh, zelfs is hier. Nou, welke ga je eerst open doen? Papa en mama de kamer. Papa en mama's kamer. Nog een chill, ook hetzelfde wasbakje. Wow, daar is als tv. Oeh, luxer dan dat. Dit is Lauren de kamer. Wow. En een stoel. Hoe vet is dit, hè? Oh, er was al een kinderstoel. Hoe cool is dit? Ja, er staat hier ook nog een kinderstoel. Ja, die heb ik bijgekocht. Wauw, wat leuk. Dat is mooi. En dan is dat de badkamer, Mie. Huh? Oh, dat is jou. Wow. Nou, hier is een kikker. En een douche. Nou, hier is een kikker. Ja. Mooi. Kikker. Dat is echt leuk. Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag, het is ondertussen bijna 3:30 en wij zijn in ons huisje aangekomen in Landal Green Parks Rabbit Hill. Dus wij gaan hier een hele week genieten. Marco haalt de auto leeg. De kindjes zijn al lekker aan het spelen en ik ga de spullen uitpakken. Lekker naar buiten. Wie gaan we zoeken? Bollo. Bollo? Gezellig. Wij hebben lekker gespeeld in de speeltuin. Super leuke, mega grote speeltuin. En ik ben nu lekker aan het koken. De aardappeltjes staan op. En zo meteen nog
vlees en vleesvervangers en natuurlijk iets van groenten. Dit hadden we allemaal al in huis, dus dat scheelt superveel. Morgen hebben we van 9 tot 10 over half 10 gereserveerd in de binnenspeeltuin. Een soort Monkey Town ballonnenachtig iets. En woensdag mogen we van 9 tot 10 zwemmen. Je moet namelijk reserveren en het zwemmen mag een uur en het binnenspelen 40 minuten. Dus ja, dat heb je als je zoiets gaat doen in een coronatijd. En ik vind het eerlijk gezegd erg kort, maar ik denk wel dat het handig is dat je in ieder geval aan de beurt komt. En daarna kunnen we weer opnieuw reserveren. Ontbijten met havermout en lunchen met lekkere broodjes. En dag! De kindjes liggen even lekker op bed. Mila sliep gisteren pas om 9:45. Dus we hopen dat ze nu even gaat slapen, maar we zien het wel. De aardappelen staan op. We eten vanavond gebakken aardappeltjes, want mijn zusje komt zo gezellig. En ik ga nu even de vlog afediten die vanavond online gaat. De vorige week vlog dus voor jullie. Ik had al tot en met vrijdag of zaterdagmiddag geëdit. Dus het is het allerlaatste stukje. Het is 2:30. We gaan mijn zusje halen. Hè? Ja. Wie gaan we ophalen dan? Anouk. Anouk. Het regent een beetje, Mie. Nou, dat komt omdat het een beetje binnen zit. Ja, als je binnen zit, dan merk je dat niet. Maar Lauren wordt net wakker, hè? Kunnen we zo misschien wel lekker wandelen? Ja. Goed idee? Met Anouk. Met Anouk? Ja. Mag ze ook mee eten dan? Ja, ook mee spelen. Oh. Wat is het dan? Appeltaart. Appeltaart. Dat hebben opa en oma ook geproefd. Kijk uit, Mie. Lekker. Heeft opa die voor ons gebakken? Vind je dat lekker? Nee, nee, nee. Dat gaan we snijden. Wat doet ze nou? Gemaakt, zoals je kon zien. Het is een banaan met 2 eitjes, wat kwark, druiven en toppings. En een deel daarvan staat klaar voor de kindjes. We gaan nu snel ontbijten en naar het zwembad. Waarom zijn jullie zo blij dan? Lief. Omdat we met elkaar lief zijn. Lauren heeft even lekker geslapen. En wij gaan nu naar Apeldoorn even knutselspullen zoeken voor de kindjes. En even naar de supermarkt. Wij hebben inderdaad gewoon knutselspullen gekocht in Apeldoorn. En even naar de supermarkt. En ik ben nu bezig met de lasagne. De bechamelsaus staat klaar. En mijn...
saus. Lasagnebladen zijn klaar. Alleen stop de oven er net mee. Dus we wachten nu even op iemand van de technische dienst. En dan hoop ik dat hij het zo weer doet. Yes, het is gelukt. Binnen een half uur na bellen hebben we een nieuwe oven gekregen. Dus de lasagne zit erin. Je ziet het alleen niet. En Marco is met de kindjes aan het knutselen. Kijk uit met de kleurtjes op je vingers. Die zit helemaal onder. Maar we kunnen hem eraf halen. Wat heb je nou? Kijken met vasthouden. Dit lukt niet. Wat lukt niet? Niet dit. Wel. Dit was een bloem. Cool toch? Wie denk je dat leuker vindt? Mila? Nee. Of Marco? Wie vindt het leuker denk je? Mila kan heel mooi tekenen hoor. Oh, Bollo. Bollo. Vindt Bollo het leuk? Nou. Ga je die door de brievenbus doen? Bij Bollo. Wie? Ja, en ook een ja. Ook jouw de. Mijn ook. Dan zag ik kusje. Het eindresultaat. Oh, het is meer groente dan lasagnebladen. Nee, maar dat geeft niet. En met een lekkere salade erbij. Morgen, het is donderdag 9:30 en ik loop even buiten met kindjes. Marco is zijn coaching nog aan het afronden en dan komt hij ook gezellig met ons mee. Leuk dat je aanbelt, wat fijn dat je er bent. Wat doe je, mama? Even voor, wat doe je? Herkent, bij de knutselclub en daarna nog thuis. Ik was alleen super moe, dus ik heb bijna 1,5 uur geslapen. Het is nu 2:30 en wij gaan lekker naar buiten. De kinderen breken de tent op. De kinderen hebben net wat lasagne op van gisteren, want vanavond eten we frietje. De taken zijn goed verdeeld. Niet alles koek en eieren zal ik ook even laten zien. Het is 6:15. De kindjes waren allebei niet fit. Dus we hebben weinig gefilmd vandaag. Überhaupt weinig gedeeld. En we gaan ze zo lekker op bed leggen. En dan duiken we ook op de bank. Ik heb zelfs al mijn make-up eraf gehaald. Mijn tanden gepoetst. Mijn pyjama aangedaan. Ik zet nu een kopje thee. En dan vroeg ook mijn nestje in. Ik zie jullie morgen weer. Ik zit net te kijken, je ziet me helemaal niet. Wacht, ik ga kijken. Dit is denk ik beter. Yes! Het is vrijdagochtend, 11:15 ondertussen. Marco is met Mila in de Juliana-toren. We zijn daar een tijdje geleden met z'n vieren geweest.
En dat was voor Mila super leuk. Ik vond het alleen voor Laura nog niet heel boeiend. Plus het is pas om 10:30 open en Laura gaat meestal om 10:30. Ja, ik ga voor je maken. Nee. Oh. Maar Laura heeft honger. 11:30. Naar bed. Dus dat heeft niet zo heel veel zin, want dan moet ze daar slapen. Dat werkt niet zo. En ik vind het... Beter? Nogal een herrie daar, omdat alles zo dicht op elkaar zit. Dus ja, het is ideaal. Maar je moet niet snel last hebben van overprikkeling, herrie, allemaal geluiden door elkaar. Dus ik ben lekker hier met Laura en Laura gaat zo naar bed. Dan ga ik nog coachen voor de tweede keer vandaag. Want daar start ik de dag dus ook altijd mee. En dan komen vanmiddag ook mijn ouders. Ik denk dat ik ook al een begin ga maken aan het editen van deze vlog. Want anders moet ik dat komende week doen. En ik heb volgens mij aardig wat materiaal. Dus ik moet ook nog even kijken of ik er 1 of 2 vlogs van maak. Maar dat gaan we zo zien. En wat gaat mama voor jou maken nu? Banaan. Banaan. En wat gaat mama bakken? Een boterhammetje. Niet een boterhammetje. Nee, wat gaat mama bakken? En pannenkoeken. Pannenkoeken. Gewoon met 1 banaan, 2 eitjes en een beetje kaneel. En dan kan je die eten en dan lekker naar? Naar wat? Bed. Naar bed, hè? Ben je moe? Naar bananen. Bananen, hè? Ja. Wat lekker. Lekker, mama. Lekker, liefie. En ik lunch denk ik zelf zo met een soepje. Moet ik even kijken. Maar dan komen mijn ouders dus vanmiddag. En dan eten we gezellig samen. De Juliana-toren is open tot 5:00. Maar ik verwacht eigenlijk dat Marco en Mila alweer eerder terug zijn. Dus we gaan het zien. Mijn tip trouwens voor de banaan-eipannenkoek. Verkeerde pit. Is... Oké, doe het zo meteen wel. Zorg dat je pan goed heet is en zet het vuur dan laag en heb geduld. Je bent wel moe, hè? Nou, pannenkoekje bakken. Kind op bed. En dan zelf ook lekker lunchen. Nog even een tipje trouwens. Wat ik altijd doe bij zo'n grote banaan-eipannenkoek. Ik hoop dat je me hoort met de afzuiging. Is ik leg hem op een bordje. Dus deze kant is niet scherp. En die gooi ik dan nu zo. Ja. In de pan. Ik ga even kijken of ik dit kan redden. Yes, gelukt. Moet je dus geen camera in je hand hebben. Lieve Mila. Hey. Heel lekker. Mm. Heb je het leuk gehad? De maat van de Efteling. Nog één. Het zijn er 4 al. Oh. Mijn ouders zijn er al. Wij lopen lekker in het bos. Super gezellig en we gaan zo meteen ook samen eten. Mila en Mark zijn trouwens op tijd teruggekomen van Julianatoren, want Mila was super moe. Oh, ik dacht dat Marco kwam, maar dat kwam nu niet. Zaterdagochtend 8:00. Ik heb net weer een havermoutje gemaakt.
van 150 ml water, 25 gram havermout, 45 gram banaan, 10 gram eiwitpoeder en een snuf kaneel. Ik laat hem heel even afkoelen. Laat mijn haar nog wat drogen. Doe nog wat mascara op mijn wimpers. En dan gaan we zo lekker naar buiten. Ik ga denk ik zo meteen met Mila weer lekker iets knutselen in de knutselclub. Super leuk. Hebben ze foamklei. Ik ken dit helemaal niet. Maar het is echt heel erg leuk. Maar dan en... ga ik een bosje maken. Een bosje wil je, hè? En verder gaan we van 3 tot 4 bowlen. Om 4 uur kunnen we de gourmet halen. En om 6 uur kan een van ons met de kindjes even lekker naar de binnenspeeltuin. Dus superleuke dag. Ik heb ook geen idee wat Wim gaat doen. Maar het zit elke dag heel erg mee. Dus komt vast en zeker goed. Gaan. Het is nu 7:30. Gisteren liep uiteindelijk totaal anders dan we verwacht hadden. Mila zit opeens helemaal onder de uitslag, zowel haar romp als haar ruggetje. Dus we hebben alle binnenactiviteiten gecanceld en ze heeft ruim 3 uur geslapen, dus het was ook echt nodig. We kijken even hoe ze zich vandaag voelt. Eigenlijk zijn we hier tot morgen, maar mocht ze zich zo weer echt niet fit voelen, dan gaan we gewoon vandaag naar huis. Er hangt een lekker ontbijtje aan de deur. Dus ik ga nu de kindjes roepen om die te gaan halen. Nee, kijk. Wat is dat nou? Zullen we dat pakken? Uitpakken. Wat is het, denk je? Lekker. Wauw, kom. Snel naar binnen, het regent. Papa. Wat is er? Kijk. Hebben we eten? Kijk. Ik heb jou een speeltje gebouwd. Zit er een speeltje in? Ja. Zullen we de tafel dekken? Dit is de kleinste. Ik heb de kleinste. Die? Tijd om te lunchen. Ik heb na het ontbijt vanmorgen trouwens ontbeten met 1 croissantje met wat boter en van die gekleurde hagel. Vind ik super lekker. En nu havermout gemaakt van 200 ml water, 35 gram havermout en 15 gram Whey Perfection. Dat heb ik samen met in totaal 80 gram banaan in een magnetron gedaan. En dan heb ik ook nog apart in een magnetron gedaan een appel met een heel klein beetje water en wat kaneel. Die heb ik uiteindelijk bij de havermout gegooid. En waarom ik dat niet tegelijk doe, is omdat of dan mijn whey gaat schiften door, ik weet niet waardoor. Ik vind het gewoon niet zo lekker. Of mijn appel wordt niet heel zacht. En nu dus wel. Dus hier is een bakje. Zie je hem? Met in totaal dus 35 gram havermout, 80 gram banaan, 120 gram appel en 15 gram eiwitpoeder. Ik ga even lekker een pizzaatje halen en wat snacks. En we eten zo lekker wat hapjes. Vanmiddag heel veel groente op. En dus nog even in het bos gelopen. En nu de laatste avond. Wij hebben onwijs genoten van een week weg. Het was hier geweldig. We komen ook sowieso nog een keertje terug.
Wij gaan straks weer richting huis. Ik ga deze vlog voor nu afsluiten. Dus super bedankt voor het kijken. En de volgende vlog is weer echt met maaltijden. En zoals je gewend bent. Doei doei!